De politie heeft twee personen aangehouden voor betrokkenheid bij de fatale vechtpartij in Nijmegen aan de Kouwenbergstraat op 10 december. Het gaat om een 21-jarige vrouw en een 18-jarige man uit Nijmegen. Twee gaven zichzelf op woensdagavond 9 uur aan op het politiebureau. In het programma Opsporing Verzocht werden dinsdagavond beelden openbaar gemaakt van de drie betrokken personen. Een van hen zou vermoedelijk de fatale steek of steken toe hebben gebracht aan het 38-jarige slachtoffer. De gemeente Nijmegen neemt geen extra maatregelen rondom het Glazen Huis naar aanleiding van het verhoogde dreigingsniveau in Nederland. Dinsdag maakte het Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid bekend het dreigingsniveau in Nederland te verhogen van 3 naar 4, het op 1 na hoogste niveau. De belangrijkste reden daarvoor is het conflict dat speelt in Israël en Gaza en aanslagen in buurlanden van Nederland. Nijmegen ziet echter geen aanleiding om de beveiliging aan te scherpen. Een meerderheid van de raad van de gemeente Overbetuwe stemde dinsdag in het gemeentehuis in Elst voor het realiseren van een nieuw 25 meter zwembad in Zetten, dat in 2028 de deuren zal openen. Besloten is dat de gemeente Overbetuwe een bedrag van 7,3 miljoen euro reserveert voor het ontwerp en de constructie van het nieuwe zwembad in Zetten, dat naast het bestaande zwembad aan de Leijgraafseweg zal worden gebouwd. Het huidige bad is in 1976 gebouwd en inmiddels erg verouderd. Het blijft in gebruik tot de opening van het nieuwe zwembad.